Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Welkom bij RTL GP. Dit jaar sta ik ook op de grid van de TCR European Series. En dat doe ik met mijn Honda Civic Type R. In de TCR European Series rijd ik met de Honda Civic Type R. Deze. En dit is waarom Honda de slogan heeft: The Power of Dreams. Deze Type R is gewoon gebaseerd op die Type R die gewoon bij de dealer te krijgen is. Uiteindelijk is de auto volledig gestript. Ze hebben er wel een rolbar in gezet en dat natuurlijk voor de veiligheid. De motor is hetzelfde als degene die je in de straatversie vindt. Hij is hier en daar wel wat aangepast om mee te racen. Het is een 2 liter VTEC turbomotor met 360 pk. Afhankelijk van het circuit en het weer kunnen we heel veel dingen aan de auto aanpassen. En dit natuurlijk om de snelste tijd uit de auto te halen. Zoals de vering en de schokbrekers. De stijfheid van de auto kunnen we veranderen. De wagenhoogte van de auto kunnen we helemaal afstellen. Meer of minder vleugel voor de downforce uiteraard. En de stand van de wielen voor de camber, de toe-uit of toe-in. 4574 meter is dit circuit lang. Tom Coronel laat het zien. De Hockenheimring. Natuurlijk bekend van alle Formule 1 races hier. Rechtstuk niet heel erg lang en de eerste bocht, de vierde versnelling. Ontzettend snel over de curbs aan de binnenkant. Hele lichte overstuur, gaat net goed. Gemiddelde snelheid 170 km per uur is je minimum speed. Hard aanremmen, terug naar tweede versnelling. Gaan we naar rechts. Tegen de curbs aan. Snelheid opbouwen voor het rechte stuk. Helemaal naar achter, naar de herpin toe. Naar 4, gaan we op naar zijn 5. En uiteindelijk op naar de zesde versnelling. De hoogste topsnelheid wordt hier gehaald. 242 km per uur. En dan hard aanremmen voor de herpin. Helemaal terug naar de eerste versnelling. Hard remmen, een beetje bewegen. Eerste versnelling. Mooi tegen de binnenkant aan. En hele lichte wheelspeed bij het uitkomen. En uiteindelijk snel naar z'n 2 en naar z'n 3. Dan 4, 5. Vol gas. Gaan we rechtsaf. Springen aan de achterkant, hard aanremmen terug naar de tweede versnelling, naar links. Vroeg het gas opbouwen, flink over de curbs heen, uiteindelijk op naar 3. En dan gaan we richting het stadion. Een lichte onderstuur altijd, kan je zien dat hij over zijn voorwielen glijdt. En dan gaan we hier het stadion erin, dit is het oude gedeelte. Stadion in vierde versnelling. Op naar de hairpin, de Sachs Corner genaamd. Mooi in de binnenkant, vroeg gas opbouwen. Het is de bocht waar Vettel rechtdoor ging en uiteindelijk de overwinning weggooide. En de binnenkant, en dan krijgen we de laatste twee bochten. Hele rare doordrijf. Die beginnen in een kom, dan vlakt hij af. Dan glijdt hij ook een beetje naar buiten toe. En dan de laatste bocht, het korte rechte stuk op. En dan heb je meegereden een ronde met Tom Coronel in de Honda Civic Type R op de Hockenheimring. Ja, dit is de eerste sessie die we gaan doen voor de kwalificatie voor de TCR Europe Series. De vrije training ging best aardig, zat constant bij de top 10. En dat moet ook het goal zijn voor de kwalificatie, want dan krijg je namelijk die swap grid voor race 2. De eerste wedstrijd deed Tom Coronel niet mee in dit kampioenschap. Toen werd zijn plaats ingenomen door Lemaret, de Belg. Omdat Tom toen het TCR wereldkampioenschap reed op de Hungaroring. De rest van het jaar in deze Honda dus aanwezig in het TCR Europe Kampioenschap. De ALS is een systeem dat ervoor kan zorgen dat je de auto meteen af kan zetten in de pits zonder eerst de turbo te koelen. Want anders wordt alles veel te heet en Tom krijgt een nieuw stuurwiel omdat het schakelen niet helemaal lekker gaat. Maar dit stuurwiel gaat er niet helemaal lekker op. Dus als Tom dadelijk de pits uitrijdt, dan zit zijn oude stuurwiel er weer op. En zegt het team, doe het er maar mee, probeer het maar. En gaat het? Dat is de vraag. Shifting is very difficult, but it's working, let's say it that way. Het werkt, maar uiteindelijk werkt het niet goed genoeg voor een top 10 positie.
P21 Tom, P21. Een teleurstellende kwalificatie voor Tom Coronel, maar inhalen kan wel hier op een Hockenheimring. De handicap van de kwalificatie, ja, die kunnen we niet meer rechtzetten. We starten vanaf P21, vanaf P15 pakken we punten. Dus we gaan gewoon even lekker scheuren en een stuk of 6-7 man pakken. Pole position is er voor de Brits kampioen Josh Files. Staat derde in het kampioenschap na de Hungaroring. Hij rijdt met de Hyundai en hij staat naast Gilles Magnus met de Audi RS 3 LMS. Dan Engsler, Potti, Beckman, Andreas Beckman en Aurélien Comte. En het is een goede start van pole position voor Josh Files. En een slechte start van die andere man op de eerste rij, Gilles Magnus. En ook een goede start van Tom Coronel. Die is al een aantal mensen voorbij. 32 auto's aan de start. En wederom, net als het WTCR, een enorm competitief veld. Het gaat er hier wel iets ruwer aan toe dan bij de mannen van het WTCR. Er wordt hier nog meer geduwd en getrokken. Terwijl we in de herhaling zien dat Magnus gewoon niet lekker van zijn plek komt. En Philippe hier wel heel lekker van zijn plek komt met startnummer 27. John Philippe, niet te verwarren met Luca Philippe, de voormalig GP2 en IndyCar-rijder die ook in dit veld rijdt. Maar die zien we ongetwijfeld later. We kijken eerst naar John Philippe. Die krijgt een tik van Coronel, maar Coronel krijgt op zijn beurt weer een tik van de man die daar achter hem rijdt. En dat is de man met startnummer 12, Nelson Panciatici. Links en rechts worden mensen het gras opgestuurd. Daar zien we ook Matteo Hommela met een probleempje. En let op, helemaal links in beeld. Als je nou heel laat remt, dan haal je de bocht wel. Want dan is er namelijk vanzelf iemand die zorgt dat je de snelheid eruit haalt. Daniel Lloyd ziet ook dat zijn linkervoorwiel afgebroken is. Hij gaat niet verder. Beetje doldrieste actie van de Brit. Terwijl we daar nog iemand langzaam zien rijden. Dat is een van de Peugeots. Dat is een van de auto's die ook betrokken was bij dat ongeluk van die Daniel Lloyd. En kijk eens, we gaan links, we gaan naast de baan. We gaan heel erg naast de baan. En wie is dan de lachende derde, vierde of vijfde? Dat is inderdaad Tom Coronel, die helemaal in dat gevecht zit. Maar altijd op de goede plek rijdt in die eerste ronde. En maakt een enorme stap naar voren. Een lekkere eerste ronde van de Nederlander. Dit jaar dus voor het eerst in de Honda. Maar ja, voor het eerst dit jaar in de Honda. Want hij heeft natuurlijk vorig jaar al een heel seizoen DCR gereden. Ja, dat is ook zo'n hele late remmer. Daniel Nagy, die gaat ook rechtuit. En moet je meeluisteren. Achtergronds kijken en iemand gewoon linksaf gestuurd wordt. Kijk, daar zien we het nogmaals gebeuren. De man met startnummer 30, Luca Filippi. Dat is de GP2-rijder. Die wordt gewoon pardoes de verkeerde kant op gestuurd. En eindigt in de pits. Ja, dat is ook niet helemaal de goede weg. Dan weet je zeker dat je achteraan rijdt. Dat is Coppens, ja, de Fransman. Die het allemaal niet lekker naar zijn zin heeft. Maar ja, hoe gaat het dan vooraan? Ja, je ziet hem bijna niet, maar het is Josh Files. Die rijdt echt heel ver voor de rest. Heeft het misschien wel heel erg makkelijk. Terwijl we daar Julien Brichet zien. Brichet, die ging zo goed op de Hungaroring met de Peugeot tijdens het eerste weekend. Maar hier rijdt hij achter onder andere Luca Engsler. En daar zien we ook Maxime Potti met de Volkswagen. In gevecht met Brichet. En dan daarachter zien we een van de twee Beckman-auto's. Dit de auto van Andreas Beckman, Hyundai i30. En zijn zus Jessica rijdt ook met zo'n Hyundai. En dat doet ook deze man. Ja, maar die staat dus in het grind en zorgt voor de safety car. Dat is de Hyundai i20 van Matteo Hommela. En die zegt van, wat doen ze nou? Nou, ze doen dit. Ze proberen nog wat meer schade aan je auto te maken door hem gewoon zijdelings dwars door het grind met de tractor te trekken. Goed, safety car weer van de baan af. Files is weg. Dan Engsler, Potti en de rest. En kijk eens, lekker hoor, in die top 10 zien we ook Tom Coronel. Nou ja, net buiten de top 10. Op de 11e positie, maar wel kans op een top 10 plaats.
En hij zei het zelf voor de wedstrijd. De top 15 krijgt punten. Daar zien we Claret, een van de broers Claret, Jimmy en Timmy. Dit is Timmy. En Tom denkt, ik raak wel vaker een Timmy, maar dan is het zijn broer. En dan is het minder erg, want zo wordt hij ook weer voorbijgereden. En zit Nelson Panciatici weer op het vinkentouw bij Coronel om hem uit te remmen. En dat gebeurt ook. De man met start nummer 12 daar. Die blauw-groene Hyundai. En die denkt, weet je wat Tom, rij jij lekker door het gras. Want ik rijd toch op de baan. En Coronel denkt, rij jij lekker op de baan. Ik rij lekker door over het gras. En dan zit Coronel na die hele snelle rechterbocht. En nog wat trek- en duwwerk. Aan de goede kant moet hij wel heel laat remmen. Een beetje blokkeren. En komt Panciatici weer binnendoor. Maar ja, dan gaat het rechtsaf. En dan zou je toch bijna denken, klonk. Ja, inderdaad. Dat denk je dan. En dat gebeurt dan ook. Het is trekken en duwen. Het is elkaar raken. Af en toe een beetje leven en laten leven. Maar ook niet echt te vaak in deze wedstrijd. Want het is gewoon overal erop en erover. Ook over de curbstones. En daar zien we weer Coronel er helemaal naast. Panciatici die dan dichtbij zit. En daar zien we Coronel nogmaals met die Clarés in gevecht. Daar zien we Panciatici. Dit is de herhaling van het moment eerder. En even later gaan ze met z'n allen door het grind. En uiteindelijk is het Coronel die daar toch aan het langste eind treedt. Ja, ik rijd er nog maar een keer tegenaan, denkt Nelson Panciatici. Het zijn wel mooie acties, maar het hoort er een beetje bij in dit TCR Europe kampioenschap. En ik weet zeker dat als je diep bij Coronel in zijn hart kijkt, dan vindt hij het nog wel mooi. Ook een beetje trekken en duwen. Zal hij vol trots laten zien waar de stickers van de auto afgereden zijn. En, laten we ook niet vergeten, de top 15 krijgt punten. En hij rijdt dik in de top 15. En dat was misschien na de kwalificatie, de teleurstellende kwalificatie, toch wel weer iets waar hij op hoopte. Twee keer in de punten rijden en lekker racen. Dat is wat Coronel wil in dit kampioenschap. Laten we eerlijk zijn, het is competitief en hij kan ook zomaar op het podium terechtkomen. Aurélien komt, gaat daar weer binnendoor bij Gilles Magnus. Magnus remt heel laat. Ja, maar dan moet die auto gewoon te lang de snelheid kwijtraken om linksaf te gaan. En dan komt gewoon weer binnendoor. Terwijl we hier een heleboel mensen hebben en één auto uiteindelijk heel langzaam rijdt. Dat is Dusan Borković, de man uit Servië, geeft de pijp aan Maarten. Josh Files wint de wedstrijd. Eigenlijk heel gemakkelijk. Op de tweede positie is het Luca Engsler. Dan is het Maxime Potti, Julien Brichet. En uiteindelijk een mooie positie in de punten voor Tom Coronel. Die op 10,5 seconden eindigt op de 11e positie. Maar de eerste race is een prooi voor de man die het Brits kampioenschap op zijn naam schreef. Het afgelopen jaar, Josh Files. Today is full of surprises, honestly. I mean, I didn't expect to be pole. I thought we would struggle with brakes and tyre degradation because of the weight we have and the disadvantage in top speed, but it just wasn't the case. Target competition, Hyundai Motorsport, they've built an amazing car, set up the car perfectly. I just did the small part in driving it. It was just, yeah, it was great. En hoe ging het dan met Tom Coronel? Heb je genoten, Tom? Ja, ik heb lekker gereced. Was een mooi potje daarbuiten. Ze waren echt wel een beetje agressief, helemaal aan het begin. Maar ik denk dat het hartstikke goed ging. Ik had een paar keer zat ik echt naast de baan. Maar ja, hij gaf me geen ruimte, dus ja, moest ik maar het gras kiezen. Gelukkig kwam er aan het einde weer een beetje asfalt. Ja, toen vergiste ik me ietsjes, maar hij ging wel lekker. Ja, tevreden. P11, goede punten. Het podium. En dat betekent dat wij er heel even uitgaan. En dan gaan we ons opmaken voor race 2. Kan Tom Coronel weer punten scoren en wordt het weer zo'n spektakel? U ziet het zo. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. TCR Europe, vierde wedstrijd op het Grand Prix Circuit van Hockenheim. Als de tweede wedstrijd net zo mooi wordt als de eerste, nou, dan belooft het wat. Ja, daar gaat hij. Weer vanaf P21. We hebben in race 1 gezien, die van gisteren. Het was wel een beetje rommelig, zeg maar. Echt toerwagenracen. Dus het kan weer flink lachen worden.
met Julien Brichet op de pole position. Want hij had de tiende tijd in de kwalificatie. En de eerste 10 worden omgedraaid tijdens de tweede wedstrijd van het weekend. Dan betekent dat Jessica Beckman links ook op de eerste rij staat. En net als in race 1 is het een goede start vanaf pole position. En een slechte start vanaf de binnenkant, zeg maar. Op de eerste rij, daar kom je toch wat minder goed weg, want het is al de tweede keer. Maar Jessica Beckman houdt voorlopig wel de tweede positie. De dame staart haar mannetje, terwijl haar broer Andreas Beckman ook al probeert aan te sluiten bij zus Jessica. Helemaal rechts zien we daar met die lichtblauwe Hyundai Andreas. Helemaal links is het Jessica. En laat de camera maar staan, want het zal toch wel ergens misgaan hier midden in het veld. Och, het valt allemaal mee. Niemand spint, maar er wordt wel zo links en rechts het een en ander uitgedeeld aan duwtjes. Goeie exit van de eerste bocht. En dan meteen voorbij aan wat deelnemers aan de buitenkant. Dus een goede start weer van Tom Coronel. En daar, wow, helemaal door het grind. Ja, het is toch wat. Maar uiteindelijk de baan weer op. En dan krijgt hij zomaar een duw. Het is Paulsen. Die gaat eerst zelf helemaal door het grind bij het inrijden van het stadion. En wordt dan gewoon pardoes de verkeerde kant op gestuurd. Kijk nou, dat is wel een beetje een actie in de categorie lomp, zou je kunnen zeggen. En dat is van Dusan Borkefiets. En het is niet de eerste keer dat Borkefiets wat raakt, want daar raakt hij ook Coronel. Maar daar kan hij misschien niet alles aan doen. Homola raakt Borkefiets en Borkefiets raakt Coronel. En Borkefiets die krijgt een drive-thru penalty en Homola komt de pits in, terwijl de safety car op de baan is. Safety car weer weg, Brichet aan de leiding van de wedstrijd voor Aurélien Comte. Dan Jessica Beckman voor broer Andreas. En daar zit met start nummer 8 Luca Engsler met de Hyundai op weg naar voren. En Tom Coronel rijdt ook alweer in de punten met de Honda. Heel laat in de remmen is het Luca Engsler. Dan een plaatsje verliest. Slipstreamen Daniel Lloyd, die zo'n doldrieste actie had tijdens de eerste wedstrijd. Nu gaat het allemaal wat netter. Gaan we die hiernaast? Natuurlijk gaan we die hiernaast. Komen we op tijd terug? Ja, we komen op tijd terug. Aan de binnenkant zit Luca Filippi. En die zit aan de binnenkant bij Tom Coronel, die er dan aan voorbij gaat. Coronel, lekker midden in het gevecht. Dat is wat hij wil. En dat is wel heel erg wijd. Daar denken ze ongeveer een rallycross-circuit te bouwen. Maar ja, dat zijn we vandaag niet. We zijn niet aan het rallycrossen. En kijk eens, ja, als je er eenmaal afglijdt met zo'n voorwiel aangedreven auto, dan glij je ook heel ver de grindbank in. Ziet er spectaculair uit. En laten we heel eerlijk zijn, dit zijn spectaculaire wedstrijden van de TCR Europe. Want dit is toch wat je zien wil als je gaat kijken naar tourwagenracen. Een beetje trekken en duwen. Aan de ene kant, ik ben er niet altijd een fan van. Aan de andere kant, in dit soort wedstrijden, het hoort er ook een beetje bij. Als je hier niet tegen kan als rijder, dan moet je in deze wedstrijden niet in de auto stappen. Want er gebeurt altijd wel wat. Drive-thru penalty was er voor Dusan Borkefiets. Die rijdt daar door de pits, terwijl Engsler voorbij gaat aan Magnus. En Filippi weer voorbij gaat aan Tom Coronel. Maar ja, die weet nog, ik kan hier aan de buitenkant blijven rijden. Ook al moet ik door het gras. Maar hij hoeft van Filippi niet eens door het gras. Dan zie je ook weer zo'n Filippi opgegroeid in de formuleauto's. Laat de ruimte aan Coronel. En Coronel laat dan ook de ruimte aan Filippi. Jazeker. Filippi moet dan wel van het gras af en wordt dan meteen weer geraakt door Daniel Lloyd. En dan denkt Filippi, weet je wat? Zoek het dan maar uit en geef hem nog een zetje na. En die Lloyd gaat dan heel erg wijd. En dat is een koekje van eigen deeg. Maar Coronel rijdt wel weer lekker in de top 10. Op weg weer naar punten. Lloyd en Filippi, Luca Filippi, in gevecht daarachter. En hij heeft een klein gaatje. Daar zien we Urrutia. De man uit Uruguay, die een goed weekend had in Hongarije, maar daar wel een keer heel slecht startte. En dat deed hij hier tijdens de eerste wedstrijd op Hockenheim ook. Borkefiets
die geeft de pijp. Maarten, die zet zijn auto neer, heeft allemaal geen zin meer. Terwijl daar twee mensen over hetzelfde stukje asfalt willen rijden. En Riba de auto uiteindelijk stil moet zetten. Over en uit. En ook Panciatici valt uit. In de pits bij Coronel wordt er gekeken hoe de strijd gaat. Met onder andere Luca Filippi, die achter de Nederlander rijdt. Maar hij kan wel vechten. Niet om de podiumplaatsen op Hockenheim. Want die gaan naar Julien Brichet. Die wint. Aurélien Comte wordt tweede. Dubbele overwinning voor Peugeot. En dan Jessica Beckman, de dame, wordt derde in de Hyundai. Tom Coronel eindigt op positie 10. Dit is de uitslag van de wedstrijd. Brichet, Comte, Jessica Beckman en de broertje op de vierde positie. Maar de winnaar van deze wedstrijd is een hele blije Julien Brichet. Effectivement, j'ai fait un bon start. Donc après c'est dommage qu'il y ait le safety car parce que bon, j'avais creusé un trou. Après le safety car, c'était assez compliqué. Voilà, Aurélien était assez proche, on était dans le même rythme en fait, ça s'est joué vraiment sur les deux premiers tours de relance. Voilà, donc je suis assez content, c'est la deuxième victoire de la saison. Une quatrième place hier, non, c'est un week-end pour nous plutôt pas mal. En je kan je bijna niet voorstellen dat Tom Coronel niet genoten heeft. Het is een mooie race. Weet je, de eerste paar ronden waren wel weer hectisch. Zoals toerwagenrace ook echt moet zijn. Maar het ging eigenlijk wel goed. Toen ze aan het vechten waren, kon ik redelijk erbij blijven. Toen ze vrij waren, ja, toen kon ik ze net niet bijhouden. Dan gingen ze net even 2-3 tienden, liepen ze van me weg. Maar het ging lekker. P10, kan ik tevreden zijn vanaf P21. Files leidt voor Brichet, Magnus en Comte. Tom Coronel 20 punten tijdens het eerste weekend. Maar hij wil meer punten gaan scoren op het circuit Spa-Francorchamps. Want daar wordt de volgende wedstrijd, TCR Europe, gehouden. We nemen afscheid met het podium. En we zien u graag bij de volgende wedstrijd, TCR Europe. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel.